Meneer Moerbeek, u bent zo'n persoon die altijd een stapje extra zet voor de medemens. En daarom heeft het Onze Majesteit de Koning behaagd om u te noemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lintjes regen in Wormerland. In heel Nederland werden donderdag een kleine 3000 lintjes uitgereikt. De heer Moerbeek was er één van. Van harte gefeliciteerd. Ja. Kijk, het is in de volksmond wordt het de lintjesregen genoemd. Maar het zijn natuurlijk echt persoonlijke situaties waarbij iemand onderscheiden wordt. En dat is waardering van de mensen uit hun eigen omgeving. Boef. Het zijn de mensen zelf die waardering hebben uitgesproken en hebben gevraagd om de onderscheiding te mogen toekennen aan zo'n persoon. Dus het is heel leuk om te doen. Wij zouden naar de verjaardag van onze zwager gaan, de broer van mevrouw. Hoe groot was de verrassing? Want kunt u dat vertellen? Gigantisch. Pas op het moment dat de auto werd gestald hier tegenover het gemeentehuis. Toen dacht ik van, oh wacht even, het is vandaag lintjesdag voor iedereen. Dat zal wel zoiets worden. Kees Moerbeek kreeg zijn lintje onder andere voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor wandelvereniging De Laatste Loodjes. Toen hij zich lang geleden aanmeldde, werd hij steeds fanatieker en werden de afstanden langer. Dan gingen we met de eerste boot van 6:30 gingen we over. We kwamen om even voor 7 en dan kwamen we aan. En dan gingen we het rondje om. En dat was 60 kilometer. En we begonnen zeg maar om 7:00 te lopen. En we waren 5:55 waren we terug. En dan konden we net de boot van 6:00 te weer halen terug naar Den Helder. En in 2011 ontving u van dezelfde bond de zilveren bondsspeld als dank voor de jarenlange inzet. Ja, en daar mag u dan een onderscheiding van geven, namens de koning in dit geval. Dat klopt. Dat is natuurlijk heel eervol om te mogen doen. Ik doe dat met heel veel plezier. Veel enthousiaste tochten, geef ze een naam, zet ze uit en loop ze voor. Ook de heren De Jong en Van Overbeek werden donderdag feestelijk in het zonnetje gezet. En van zo'n lintje word je bijna een beetje stil. Iedereen weet het, iedereen die hier is. Dus we hebben allemaal keurig hun mond gehouden. En ik ben ook heel erg verrast met degene die hier zijn gekomen om hierbij te zijn. Dus dat, daar ben ik een beetje, ik moet me echt inhouden nou. Hartstikke goed, dank u. Okay.